Na haar plotselinge vertrek bij Mike in B&B Vol Liefde heeft Noor weer van zich laten horen. Het begon veelbelovend tussen de twee, maar al snel bleek dat ze niet op dezelfde golflengte zaten in hun zoektocht naar liefde. Nu deelt ze een cryptische boodschap op Instagram. Terwijl Noor vanaf het begin bij Mike verbleef, kwamen er steeds meer meiden langs om zijn hart te veroveren. Mike had moeite om zijn aandacht te verdelen en deed voornamelijk dingen met zo'n en allen, terwijl Noor snakte naar meer quality time met de BB-eigenaar. Dit leidde tot frustratie bij Noor, vooral toen Mike besloot Beerte mee te vragen op hun geplande date. Ze voelde zich gekwetst en vond het moeilijk dat haar kans op een intiem moment met Mike zomaar werd gedeeld met iemand anders. Dat vond ik echt niet leuk, gaf ze eerlijk toe. Uiteindelijk besloot Noor haar gevoelens voor Mike onder woorden te brengen. Wat ik merk, is dat ik je heel erg leuk vind, biechtte ze op, toch werd de situatie Noor te veel. Ik merk dat het me te veel wordt en dat het me begint op te breken, verklaarde ze, terwijl de tranen over haar wangen rolden. Ze verlangde naar bevestiging van Mike. Ik wil ook dat iemand tegen mij kan zeggen, ik vind je leuk. Maar ondanks zijn gevoelens kon Mike niet garanderen dat ze op dezelfde pagina zaten. Ik ben emotioneel helemaal op, zei hij. Na een emotioneel gesprek namen de twee een ingrijpende beslissing, Noor vertrok. Enkele dagen na haar vertrek op televisie komt Noor met een cryptische boodschap op Instagram. Ze benadrukt dat niet alles gepland moet worden en dat het belangrijk is om dingen los te laten. Let it be, zegt ze. Geen hoeveelheid plannen, zorgen maken of overanalyseren zal je controle geven over wat er gaat gebeuren. Adem in, adem uit, laat los. Geef het leven een dikke knipoog, geniet en ervaar het zoals het komt.